Ja, het belangrijkste nieuws deze week is denk ik wel de maatregelen die Feyenoord heeft aangekondigd rondom de Europa League duels. Hoe kijk jij naar die ingreep? Hoe ik daarnaar kijk is dat dat de club daar de tijd voor heeft genomen om te kijken wat het beste is voor de club. En dat hebben ze gedaan. En in dat opzicht denk ik dat ze dat goed gedaan hebben. Ja, het heeft natuurlijk altijd twee kanten. Ik ben blij dat we Europees voetbal spelen dit seizoen. Dat is voor ons als team en voor de spelers natuurlijk belangrijk voor de ontwikkeling. En ja, er is natuurlijk ook een aantal dingen gebeurd. Dus ik begrijp dat de club maatregelen moet nemen om ook ons in de komende jaren nog in Europa te doen laten spelen. Dus in dat opzicht sta ik achter de beslissing. Ja, want het doemscenario als het nog een keer misgaat, dat is nog veel erger. Ja, je wil natuurlijk niet dat je door maatregelen van de UEFA niet kan spelen in Europa. We zullen dat elk jaar op het veld moeten laten zien dat we het verdienen. En het ook voor zorgen dat we het eind van het seizoen dat halen. Nou, dat hebben we vorig jaar gedaan. Alleen, ja, als er dan nog een besluit komt waardoor je wel op papier het kan halen, maar door maatregelen niet kan spelen, ja, dan is dat voor de club natuurlijk niet goed. We kunnen het nog niet over de loting hebben, helaas. De PESCO even vervroegd. Heb je daar nog wensen in? Hoe volg jij zo'n loting? Of laat je dat op je afkomen? Nee, ik heb geen wensen. Ik laat het op me afkomen. En het is natuurlijk, hoort dat erbij. En je bent natuurlijk wel benieuwd welke tegenstanders je gaat loten. En zeker natuurlijk in een drukke periode. Of je wanneer je uitspeelt, wanneer je niet uitspeelt. En waar je naartoe moet reizen. Kijk, daar is deze dag is daar belangrijk voor. Om de planning al zo goed mogelijk te maken voor de komende weken, maanden. Maar uiteindelijk wacht je gewoon af welke tegenstanders het worden. Tegen Excelsior. Wat heb jij met derbies? Nou, ik heb er een aantal gespeeld. En het blijft altijd speciaal natuurlijk om tegen teams te spelen uit de regio. Of zoals morgen uit dezelfde stad. En dus dat is altijd wel mooi aan een stadsderby. En dus in dat opzicht is het iets anders dan andere wedstrijden, omdat het specialer is. Maar uiteindelijk willen we, het belangrijkste waar het morgen om draait, is dat we de winst willen halen. Ga je dat doen op dezelfde manier zoals jullie tegen Heracles speelden, met de oplossing voor de afwezigheid van Elia? Nou, dat kan. Dat hoeft niet. Je hebt natuurlijk een andere tegenstander dan Heracles, waar weer andere dingen nodig zijn. Dus het kan best zo zijn dat we tactisch iets anders gaan doen, maar uiteindelijk wel van eigen kracht uitgaan, ook tegen Excelsior morgen. Maar ik denk dat Excelsior het morgen hier anders zal invullen dan Heracles thuis vorige week. Was je over de uitslag uiteraard tevreden, maar over het spel van je ploeg, vond het ten aanzien van die wedstrijden ervoor heel veel slordiger. Zit dat hem in die wijzigingen die er waren in de invulling? Nou, dat denk ik niet aan in de wijzigingen, maar het klopt wat je zegt dat het wat slordiger was. Ik denk dat wij zeker in het veldspel en in de passing slordiger waren. Dat we dat niet de hele wedstrijd goed konden uitvoeren. En je zag als we dat wel deden dat we genoeg kansen creëerden om te scoren. Dat hebben we uiteindelijk één keer gedaan. Maar ik denk dat je qua passing en qua uitvoering van het positiespel was tegen Twente en Groningen beter dan vorige week. Excelsior geeft haar tactiek al een beetje prijs. Die zeggen, ja, dat doen we eigenlijk het hele seizoen. Dus ook tegen Feyenoord. Wij gaan op de counter in de Kuip spelen. Hoe wapen je je daartegen? Ja, dat klopt. Je hebt natuurlijk, we hebben de wedstrijden gezien. We hebben ze geanalyseerd. En het is een team wat heel compact speelt. Goed georganiseerd is. Dat zie je dat ze dat heel goed kunnen. En van daaruit bij balverovering snel eruit kunnen gaan met snelle spelers voorin. Ze hebben met middenvelders, met Koolwijk en Bruin, spelers die ook die spelers kunnen lanceren. En daar zullen wij, we zullen in balbezit heel vast moeten zijn. En niet slordig spelen. Gewoon de bal rond laten gaan. En ze in een tempo waardoor je eigenlijk van daaruit wat gaten kan vinden in de defensie van Excelsior. En dat zal morgen moeten. En je zal Excelsior onder druk moeten houden en zorgen dat ze niet de kans krijgen om te counteren. Hoe staat het met de zieke boeg? Nou ja, goed. Natuurlijk hebben we een aantal lang geblesseerden, maar Miguel gaat goed. Die heeft een goede vooruitgang gemaakt op het veld deze week. En die zal volgende week aansluiten weer met de groep. Dus dat ziet er goed uit.